Dus dan gaat die 1,5 meter omhoog en dan wachten we er even op totdat er ook buitenbeeld is. Als er buitenbeeld is, dan loopt de simulatie over. Ja. En dan kan je vanaf dat moment ook gaan sturen en ervaren. Dan ga ik nu de simulatie starten. Ja, Maren die probeert de schepen schoter, slimmer en veiliger te maken. Dat doen we met waterbakken, dat doen we met rekenmethodes, dat doen we ook met simulatoren. En dit is de toekomst van het simuleren. Dus dat is een bewegende simulator. Dus je ziet je beeld om je heen wat er gebeurt. Maar ondertussen voel je ook de bewegingen van een snel klein schip zoals een F-SSS. En daarmee ervaren mensen die een operatie moeten doen hoe het echt is om aan boord te zijn terwijl ze niet op zee hoeven te zijn. Je kunt ze dan helpen bij complexe operaties om die te trainen terwijl dat je dat dus niet in werkelijkheid gebeurt. En op die manier kunnen ze goed voorbereid zijn. Ze mogen fouten maken en dat is een van de belangrijkste dingen van simulatoren. Dat je een fout mag maken, dat je daarvan kan leren en dat je op die manier in de toekomst gewoon je werk veilig en efficiënt kunt doen, ook op zee. Ik krijg net een vraag binnen van de havenkantoor of het correct is dat die containerboot wat slagzij maakt. Ja, dat klopt. Naar stuurboord. Een graad of 2, denk ik. Voor de eerste keer vandaag gevaren met de F-SSS en ik heb gevaren in de haven van Barcelona en dat was levensecht. Dat is precies de bedoeling van simulatoren, om in een levensechte situatie te kunnen trainen zonder dat je brandstof kost. Zonder dat je echt op de open zee bent, dat je fouten mag maken en dat bereid je op een perfecte manier voor op het echte werk. En dit was fantastisch. Dus mijn grote compliment aan de mensen van de Marin, van de mensen van de DMO, de mensen van de Defensiestaf, van de Koninklijke Marine, die dit prachtig stukje werk hebben afgeleverd. En ik kijk uit naar het vervolg waar we hem echt in Den Helder straks gaan testen. Compliment. Hartelijk gefeliciteerd met de opening van een prachtige simulator.